Yo, Insano, winnaar van de Battle Freestyles. Je mag even laten zien hoe groot je bent. Wat vond je van de battle? Heerlijk, man. Ik ga toch hier staan, want ik praat ook gewoon lekkerder. Thanks, man. Wat vond je van de battle? Dope. Vooral de hele aantocht naar Danische shit, zal ik maar zeggen. Ja. Ik merkte heel erg dat, omdat hij creëert een soort van gunfactor in die battle ervoor. Dat hij heel graag tegen mij wil, ja, je spit al 10 jaar, wordt het niet tijd om te stoppen, weet je. En dat vond ik heel mooi dat hij dat zei. En dat creëert dan ook een soort van positieve gunfactor voor hem. Dus ik merkte ook dat ik in de eerste ronde kreeg ik niet evenveel crowd reaction, weet je. En Dani wat meer. En dat is dope. Hij heeft daar heel psychologisch goed op ingespeeld. Want battelen is ook gewoon een stukje psychologie en dat heeft hij heel goed gedaan. En ja, gewoon een fucking waardige tegenstander, man. Ja. Dope psychologische oorlogvoering. Hij heeft er een OT uitgesleept. Vond je dat terecht? Absoluut. Zeker, ja. En zelfs als het geen OT was geweest en ik had gewonnen, had ik alsnog gezegd ik wil OT, man. Gewoon puur ook voor de sport. Zo fit, omdat, weet je, zelfs als ik nu had verloren van, stel dat ik had nu had verloren, zou ik het gruwelijk vinden, weet je. Omdat hij heeft wel gewoon laten zien dat hij kan freestylen, weet je. En kijk, weet je, voor de generatie, ik zit ook in zo'n tussengeneratie, weet je. Maar ik kom wel nog net uit die era waar iedereen dit gewoon kon, weet je. Je had gewoon boys die allemaal konden spitten. Dax, Regga, Surya. Daarvoor had je nog Tim, X, Klopdokter. Wij komen allemaal uit een era waar iedereen gewoon kon freestylen, weet je. En dus voor mij is dat sowieso een stap voor. En als een boy zoals Dani, die wat jonger is, zal maar zeggen, toch die craft dan heeft bestudeerd, weet je. Daar ga respect. Alleen maar respect voor hebben, ja, absoluut. Je komt uit die era, maar laat me zo zeggen, Tim kwam net naar je toe. En hij zei van, je bent doper dan wij vroeger waren. Ik vind het een super groot compliment. Dat is het mooiste compliment betreft battle dat ik ooit heb gehoord. En love voor Tim voor dat, maar ik ben het er niet mee eens. Het is gewoon dingen die Tim deed destijds. Ik mis gewoon Fab Channel, want ik ging echt vroeger, ik ging iedere week op Fab Channel al die battles kijken, weet je. En ik vond het zo gruwelijk, weet je. Yo, kop met 5 vingers, hey, ik heb nog nooit zo'n lijn gedroppeld. Wat we in ieder geval wel kunnen stellen is dat Insano op dit moment in Nederland de beste battle rapper, freestyle battle rapper is van 2017. Ja, en van 2016, en van 2015. En van 2018. Nee, op dit moment is het wel zo dat Surya heeft de meeste titels. Surya heeft er uit mijn hoofd 23. Ik heb er nu 22, dus nog 3 te gaan en dan leg ik de mic ook in de wilgen. Als jij nou nog 1 toernooi wint, hè, en jullie staan allebei op 23, dat jullie gewoon allebei 1 laatste freestyle battle tegen elkaar doen om te bepalen wie de beste is. Nou, weet je hoe ik het wil? Ik wil eigenlijk 25 titels, dan heb ik sowieso meer. En als dan Surya alsnog van mij wint, dan heb ik nog steeds 1. Nee, maar dat is kaka. Nee, het lijkt me sowieso wel een eer. Weet je, Surya is wel die boy die altijd zo fucking clean kwam, weet je. En ik zeg je eerlijk, vroeger was ik bang voor Surya, man. Hij is gewoon die guy, weet je. En ik heb wel meegemaakt dat ik in dezelfde tournament zat als hem. Maar meestal in een halve finale dan net eruit lag of zo, weet je. En dan net niet tegen hem steeds. Dat is me altijd gebeurd. Maar Mackie zei destijds ook van, ja, als jij nu tegen Surya zou gaan, zou je hem klaren, weet je. Terwijl ik geloof dat niet. Ik heb die gasten voor mij heb ik gewoon nog te hoog zitten voor dat, man. Lijkt me een fucking dope battle. Laat ook weten hier in de comments hieronder wie jullie de beste battle rapper werden. Niet alleen van nu, ook van vroeger en zo. Wie is de beste freestyle battelaar ooit van Nederland? Insano, gefeliciteerd. Terechte winnaar. Thanks, man. Yes, love. En koop mijn album Dwaalspoor. Volg me op Instagram @Insano. En dat was het.